Welkom dit kanaal bij Iedereen kan haken, maar nu gaan we dus, nu ben ik even een uitstapje aan het maken geweest voor sokken breien. Ik heb wel alle benodigdheden die ik nodig had en waar ik tegenaan ben gelopen van wat ik nodig had, dus bijvoorbeeld een leesbril of dat ik dacht, ja, heb ik die nodig? Nee, heb ik nog niet nodig, maar is wel handig als je die in je etuietje hebt. Maar sokkenwol, alles voor een sokje, hoe je sokjes kan maken, ja, die zie je ook wel op, misschien nog op dit kanaal. Ik film heel veel, hier staat heel veel op van haken. En nu dus de benodigdheden voor sokken te breien. En altijd natuurlijk welkom hier. Abonneren is gratis. Dankjewel alvast voor het kijken. Want ik vind het heel leuk om te doen nog steeds. En ik zou zeggen, de duimpjes omhoog. En geniet ervan. Van deze benodigdheden filmpje voor sokken. Dankjewel. En lekker kijken. Als je alles bij elkaar ziet, dan denk je echt van, wow, dit is best veel wat je nodig hebt. Maar uiteindelijk heb ik alles een beetje opgebouwd. Want breien, ja, dan moet je echt weer eventjes voor gaan zitten. En ik begin bij het begin. Ik brei tegenwoordig de sokken vanaf de teen. Waarom? Ik vond het opzetten met vier naalden, was het dan, als je van boven naar beneden ging, vond ik erg lastig. En vanaf de teen heb ik de Crazy Trio naalden gekocht, deze drie. Die zijn echt lekker flexibel en voor de teen gebruik ik ze eigenlijk zo. Ik zet een aantal steken op, bij mij is dit 12, dan zet ik er hier 12 op en hier 12. En hoe dat je dat doet, ja, dat leg ik misschien in een andere video uit. Maar ik heb in ieder geval de Crazy Trio naalden gekocht. En ga ik vanaf de teen de sok breien. Want vanaf de boord vond ik met die vier naalden echt wel een dingetje voordat ik zover was dat ik de boord had gedaan. En als je vanaf de teen begint met de Crazy Trio, dan is gewoon makkelijk zo. Hou ik ze altijd vast als ik bij de teen ben. En dan ga ik automatisch, zeg maar, vanaf de 12 steken ga ik ze meerdere. Maar goed, deze naalden, die heb je nodig. Er zit een scherpe punt aan en een botte punt. Ze zijn van Addy. Ik kijk heel eventjes hier. Dit is Addy, Addy Crazy Trio Short. Dit is echt voor sokken. En je bent best wel een bedragje kwijt, vind ik zelf. Deze zijn rond de 18 euro. En ik heb hem van 21 centimeter tot 2,5 millimeter. En de Crazy Trio is gewoon ideaal. Hier kan je ook nog later de boord mee beginnen te breien. Maar ik heb dus met deze Crazy Trio van 21 centimeter heb ik de sok gebreid. Nou, dit was de uitleg voor de Crazy Trio. Verder moet je daar wel gewoon mee leren breien. Maar als je het eenmaal door hebt, je pakt eigenlijk één breinaald en die andere twee, daar sta je steken op. En je neemt het zo over en dan brei je weer verder. Maar goed, dit is dus de Crazy Trio breinaalden. Lekker flexibel zijn ze in het midden. Je hoeft ook niet meer bang te zijn dat ze er afschuiven, de steken. Dat vond ik echt een voordeel van deze. Ik heb het zelf gekocht, dus niks hiervan in deze video is een reclame. Tenminste, dit is gewoon een uitleg zoals ik het heb ervaren met deze naalden om sokken mee te breien. En dan gaan we verder met de volgende. De steekmarkers. Normaal gesproken heb je steekmarkers, die zijn dikker, maar deze steekmarkertjes, die heb je echt nodig. Ik gebruik ze al bij de teen, want dan moet ik van 12 steken gaan meerderen. En dan zet ik er één rechts en één links neer. En dan zet ik er ook nog bij welke kleur ik gebruik als ik ga meerderen. En je moet vaak
om de toer één toer gewoon breien. En dan weet ik gewoon, als ik bij roze ben, die toer, die ga ik dan meerdere bij de teen. En als ik bij de die toer gehad heb, dan schrijf ik het echt op. Dan ga ik hier meerdere. En als ik die toer gehad heb, roze, dan zet ik echt een streepje in mijn schriftje. Dan ga ik gewoon een gewone toer doen. En dat is mijn groene marker. Zo hou ik eigenlijk mijn eigen methode aan met de steekmarkertjes. Ik had deze nog nooit gezien. Ik vond het ook heel raar dat ze eraf schoven. Maar dat is natuurlijk met breien. Je kan ze niet meer even eraf klippen. Dus ze vallen eraf als je er bent. Dus dan schuif je hem weer over naar je volgende toer. Dus dit zijn de kleine steekmarkertjes. Deze vond ik echt heel fijn om te gebruiken. Alhoewel ik in het begin dacht echt van, oeh, klein, het valt eraf, ik kan het niet echt vastklippen. Maar dit is voor een sokbreien toch echt wel heel handig om in huis te hebben. Dus, de kleine steekmarkers. En dan gaan we weer verder. Natuurlijk heb je een schaartje nodig. Deze bestel ik altijd bij AliExpress, maar die zijn natuurlijk overal te koop. Ik zal de linkjes onder deze video zetten waar ik alles gekocht heb. Nou, dat was het schaartje. Dit heb ik... dit is om te meten hoe dik jouw naalden zijn eigenlijk. Dus hoe dik jouw breinaald is. Dus voor de sokken heb ik altijd 2,5. Maar stel dat jij nou nog naaldjes in je handwerkdoosje hebt en je weet niet goed welke maat het is, dan kan je dit als maatvoering gebruiken. En deze heb ik ergens gekregen. Dus dit was ook eigenlijk ook bij Be Clever in Rosmalen heb ik deze gekregen. Dus ik zal ook het linkje eronder zetten. En dit is altijd handig als je nog met losse naalden gaat breien. Nou, dan beginnen we dus. Ik begin met de teen met de Crazy Trio van Addy. Addy zijn ze. Nou, dan gaan we naar de volgende aankoop. En de volgende aankoop is een rondbreinaaltje. Een sok breien met een rondbreinaaltje, kleintjes. En hier staat op 2,5 mm. Ik had eerst 4 breinaaltjes, maar die waren groter en kreeg ik echt eigenlijk geen mooie steek mee. Dus met deze van 2,5 mm rondbreinaaltjes. Even kijken of ik het merk nog kan vinden. Oh ja, van Zing. Even dit opzij leggen. Sorry. Van Zing. En deze rondbreinaaltjes. Ja, dit gaat eigenlijk vanzelf. Alhoewel, ik in het begin heb ik verkeerd omgebruikt. Ik gebruikte ze zo. Daar heb ik een keer een hele sok mee gebreid. Dat was echt niet handig, want de korte kant van die rondbreinaalden van Knit Pro. Deze kant, die korte, die moet aan de linkerkant. En dan steek al je steken hier overheen. En dan gaat het vanzelf eigenlijk in het rond. Zodat als je hier breidt, dan gaan die steken ook vanzelf in het rond. En dit is ook weer even oefenen. Hoe gebruik je deze rondbreinaalden van Knit Pro van Zing? En dit zijn echte kleintjes voor sokken. Dus dit was eigenlijk, deze heb je nodig voor de voet en voor het been. En hier kan je ook nog de boord mee breien. Ja, als je vanaf de teen gaat en vanaf de hiel, dus echt die hak, daar gebruik ik weer de naalden bij van de Crazy Trio. Omdat ik het makkelijker vind. En de hak of de hiel, hoe je het ook noemen wil, dat is heel lastig met deze rondbreinaalden. Dus deze rondbreinaaltjes heb je nodig voor de voet en voor het been. Dus echt als je alleen maar in het rond gaat. En voor de hiel, daar gebruikte ik de Crazy Trio naaltjes voor. Nou, 2,5. Daar is ook altijd wol op gebaseerd van sokkenwol. En dan gaan we nu weer verder met wat ik nog meer heb gekocht. Deze leuke kleurtjes, die is dus van Lana Grossa. Even kijken, dit is 80% schuurwolle.
en 20% polyamide. Dus misschien dat deze nog anders aanvoelt. Deze is iets stugger, deze is iets zachter. En ja, dit is gewoon sokkenwol. Deze heeft ook hele leuke kleurtjes. Ja, dat zie je al in de wol. Nou, als laatste. Dan gaan we nu kijken welke wol dat je kan gebruiken. Ik heb hier een label van Sascha Meijer. Dit is hele leuke sokkenwol, want deze streept eigenlijk vanzelf. Dus dan heb je iedere keer een ander kleurtje om te breien. Hier zit 100 gram op en is 420 meter. Dus dat is echt genoeg om een hele sok mee te breien. Kijk eens hoe mooi dat die streepjes ook gaan. Kijk, hier heb je af en toe wel een overloopje. Maar meestal loopt het gewoon lekker door. En heb je, ja, die overloop dus altijd natuurlijk, omdat je rechte streep hebt. Het loopt niet zacht over, maar het loopt echt als blokjes over. Maar het is echt, hij breidt mooi. Nou ja, in ieder geval, dit is de Sascha Meijer. 100 gram, 420 meter. En dit is 75% schuurwol. Even kijken. En 25% polyamiet. Nou ja, in ieder geval candy color. En belangrijk, een leesbrilletje, maar misschien heb je die nog niet nodig. Maar ik begin met sokken breien, omdat het natuurlijk allemaal toch iets kleiner is. En in het begin is het allemaal toch wel even zoeken waar je in moet steken. Dus een fijn leesbrilletje. En dan heb ik nog een hele leuke bol wol gevonden. Dat is deze. En deze geeft ook echt hele leuke kleurtjes. Alleen deze heb ik nog niet gebreid. Arte Meilenwijd. Dan heb ik gevonden stoppertjes voor op je breinaald. Op je breinaald zet je ze. En even kijken hoor. Ik heb hier een breinaald ook van Knit Pro. Die kan je later ook nog gebruiken. Maar die stoppertjes, die zorgen ervoor, en zeker als je die kleine naaldjes aan het breien bent, dan zorg gewoon dat de steekjes er niet afvallen. En ik moet zeggen, ik werd heel vrolijk van deze. En ze hebben ze in heel veel kleurtjes. En deze heb ik bij Wolplein gekocht. Ik zal het linkje eronder zetten, onder de video. Maar dit is echt heel handig. En zeker bij die kleine, even erbij pakken, bij deze, bij die kleine sokkennaaltjes, ja, dan denk je gewoon ook echt van, hé. Hey. Maar nu ben ik ook niet bang dat mijn steken van de naald afgaan. Oh, je moet het zo vasthouden, de lange zijde aan de rechtse kant en de korte zijde aan de linkerkant. Nou ja, ik heb dus die hele sok met verkeerd omgebreid, maar goed, aldoende leert men. En dit zijn dus stoppertjes voor op je breinaalden te zetten. Dan natuurlijk ook draadjes wegwerken. Dit zijn echt handige naaldjes. Ze zijn verpakt, ook van Knit Pro, in drie maatjes. Maar ik gebruik voor de sokken altijd de kleine. En hier zit echt een flexibel oogje aan. Dus dit is eigenlijk wel heel makkelijk. Je moet wel goed even het flexibele oogje, dat je die goed de draad vasthoudt. Maar dit zijn de flexibele oogjes. En deze zijn ook van Knit Pro. Hebben we elastiek nodig? Elastiek om het boordje mooi te laten rekken. Hier heb ik al een aparte film over. Van hoe kant je nu de boord af? Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier met het breien van een sok. Je hebt in ieder geval nu de benodigdheden die je, ja, of tenminste de informatie die je nodig hebt. Wil je abonneren op dit kanaal? Duimpjes omhoog en bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens, dag!